Yo. Good morning, sunshine. Ah, ik voel me op zich maar wel goed. Ja? Ja. Heb je nog laat gemaakt gisteren? Ja, ik ben nog aan een W-hotel. Nee, nee, dat zeg ik niet zeggen, de mensen kijken. Hij is heel vroeg naar bed gegaan. Heel vroeg naar bed. En vandaag, wat staat er op de planning? We gaan ook vroeg naar bed. We hebben, we hebben wat interviews. We hebben een live set. En dan Hartwell vanavond. Van 4:30 tot 5:00. Oh, in de middag. In de middag. Vroeg naar bed natuurlijk. Nee. Wat is nou een van de meest gebruikelijke vragen? Wat komt er voor jou aan dit jaar? Oh ja. En waar haal jij je inspiratie vandaan? Ja, precies. En vooral van welke artiesten inspireren. Dan denk ik altijd van ja, weet je, ik heb niet echt altijd één artiest die ik luister ofzo. Ja, er is altijd wel één gast die weet het wel altijd leuk te brengen ofzo. Die heeft zo'n snor. Volgens mij zien we die zo ook al. Yeah. Mike Williams, how you doing today? I'm really good. How are you? Is this your first time playing Ultra? Yeah, first time. What are you excited about playing Ultra? For me, it still feels a bit unreal. I've been there the last 2 years just as a visitor. Like I saw Chesto and like just looking around, and now I'm actually playing on the main stage. So it's crazy. It's like a dream coming true, and now it's actually happening. You so deserve it. Yo. Wat goed? Leven we nog? Ja, weet je wel. Het is een film, niet normaal. Dit is de J. Waar moet je heen? Nexus Radio. Ja, daar ben ik net geweest. Give it up, you got to give it up now. Give it up, you got to give it up now. There's a reason that I love you so long. And I love you so long. Mike Williams at Ultra Music Festival. I still crazy. Can't believe it. And when I got the news, I was like, what's even happening? Dat hij op die fucking main stage staat van Ultra. Zijn naam is Mike Williams en expectations of playing Ultra Miami and the reality. Did you prepare a lot of new music for your set? What are you excited about playing Ultra? Be playing on the main stage, it's crazy. Een podium waar de hele wereld naar kijkt. Ik bedoel, mensen van alle landen zitten mee te kijken via die livestream om allemaal nieuwe tracks te horen, te kijken. Voor mij is het een droom die uitkomt. Ik ben natuurlijk vroeg begonnen. Ja. Toen ik 13, 14 was, is het natuurlijk wel een droom van oké, het zou wel heel vet zijn als ik ooit een keer op de Ultra kan staan. Het probleem is, de zon staat vol op die schermen. Dus alles wat niet high contrast is, daar zie je echt helemaal niks van. Maar die camera's die kunnen we aardig oversaturaten, zeg maar, waardoor het nog een beetje cooler uitziet. Ja. Dus, en die camera's gaan zijn de kranen, de camera's van jou, van achter jou. Daar heb je allemaal een feed van? Ja, we hebben wel verschillende feeds. Oh, tof. En dan pas komt hij, zeg maar. Oké, dus die video start ook te laat. Bedoel je? Ik weet niet, ga je handmatig zeg maar, jullie tellen af misschien 3, 2, 1 en dan? Nee, want ik draai hem echt gewoon vanaf de tijdcode. Oké, dan zal die waarschijnlijk wel goed zijn. Mag ik kijken zo wat je post? Ja.
So we're now at the Ultra Boat backstage. And I think we're leaving in a couple of minutes. Massage name.